Doe even, ik ga lekker rijden. Dit wordt een rijdende opname, jongens. En nog steeds met mijn mooi stuurtje. Ja, jongen, druiventrim. Hey, mijn dikke shout-out naar alle donaties. Ik zit nou achter een fantastisch mooi stuurwiel. Oh, ik wil ook euro terug. Ah, doe. Dat is niet wies. Ah, jongen, als je hier zit en doe zit zo achter dat stuur. Jij moet toch wat drukker, maar je vrede de helft per de tijd vrees om niks uur. Wat? Kan niet, hè? Ach, dat is dat stuk waar je doorheen jaagt, hè, Swin. Ik wil niet zeggen. Ik denk, oh, ik zie er een mooi patroon in staan. Nou, deze is gewoon. Ik zet jou even zachter. La la. La la. La 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 la. Test. Ja. Ik moet niet over mijn draadjes heen rijden van mijn nieuwe stuurwiel. Want het stuurwiel is dus aanwezig. Jawa. Jawa. En nog even zo verkonden, zei Muus. Ja, dat is niks veranderd. Oh, dat is jammer, hè? Ja. Maar dit stuurt me, jongen. We hebben gisteren ook in Bimi West, hè? Ja, koffie zo bij de familie, Emus. Ja, en ook even stuurt. Ja, dat is geweldig. Ja, ik moest er kijken, joh. Ik stuur zo fantastisch. Een klein beetje, oeh. Je ziet gewoon aan het stuurwiel dat ik hele kleine slagjes kan maken. En dat is gewoon fantastisch. Hoe gedoseerd je nou sturen kan, dat is fantastisch. Zal wij, ik gewoon wat meer first person deze aflevering, maar dat is het mooiste. Zal wij wat spul voortbrengen? Ja, ik zet die vrezen hier hem, hè. Vrezen, ja? Ja, die vrezen. Zo. Die vrezen. Oh, mijn hoek terug. Hoi. Ik hol de Joskinder gewoon aan. Wat moet voor? Nou, we gaan eerst even naar licht naar de prijzen kijken. En wat hebben we in voorhoord? Nou, daar ben jij de maan van. Ik rijd alvast naar de silo. Ja, wij gaan afleveren. Jij kunt afleveren. Sojabonen kun jij afleveren in het Magna Port Mill. 48 ton. Soja is 48 ton. Dat kan ik niet in mijn kar hebben. Nee. Moet anders die dikke pakken. Ah, ik wil alleen maar in. We gaan vandoor erin. Ja, is goed. 48, waar moet erin naar de trein? Ja. Portmil, niet Noordmil. Nee, maar dan moet ik hem gewoon naar die silo brengen, ja? Bij de trein. Ja, is rood. Klopt helemaal. Daar moet ik de aardappel ook allemaal heen. Oké. Okay. Want de eerappels, die ben door ook vreselijk aan de prijs. Sorry, nee, niet Adam. Hey, ik spreek niet. Ik doe proost te veel. Ja, de tweede kade is dat. Door hebben we bijna 300 ton van. Daar kunnen we bijna 1000 euro per ton verbeuren. Millet is dat. Millet is dik aan de prijs bij Port Mill. Oké. Okay. Ik wil heel erg omringen, dus waar moet ik in, zeg maar? Nou, de Millet en de Port Mill, zou ik zeggen. En dan ga ik hem kijken waar de woodchips heen moet. Ik heb nou... Doe zes te veel. Ik heb de soja straks doorling in de rode trein. Juist. En nog steeds met mijn mooi stuurtje. Ja, joh, druiventrim, hè? Hey, mijn dikke shout-out naar alle donaties. Ik zit nou achter een fantastisch mooi stuurwiel. En de bel heen. Ik hoor je wel even. Yo, zelden. Hoi. Dat was mijn halfbroer. Halfbroer? Ja, Rafael. Dat ken ik niet. Nee, die kist toch niet. Maar ik heb zonnebloemen in de kippen. Waar wil staan hem? Ja, dat weet ik niet zeg. Moet ik eerst weer kijken. Zonnebloempies. Die mij een wol naar. Of Grains Elevator 7.
7? Oké. Okay. Ja. Doe even, ik ga lekker rijden. Dit wordt een rijdende opname, jongens. Jongens. Lekker met mijn stuur, lekker. Oh, ik vind het zo lekker. Bocht op, rustig. Oh, wat is dit nou daar? Wat, joh? Oh-oh. Die T8 die staat hier in het hok, maar achter wil omhoog. Hé, hey, Muus, ik denk dat ze wel in Bimimas komt. Ik kom eraan, ik ben bij de Grange Elevator Heaven. Jo, ik ben ook wel los. Apart niet. Wat moet er nou in? Wat moet ik nou vervouwen? Milee. En Lord, ik de trein al vast heb. Ik ga even kijken. Niet meer lee, hè? Ja, en ik onder 34 euro. Het gaat nog omhoog. Het is nog stijgende. Oh, dat is vrij duur. Ja, daarom wil ik die barrel nou ook voor hem doen. En mijn goudje. Voordat we weer voortgaat, ja, zeg maar, die hoge prijzen. Oh, dit is een lus, jongen, die snelle TA. Hoi. En hij ligt ook nog best wel goed op de weg. Jo, de rest neemt toen maar met, ja? Doei, doei. Go. Ja. Go. Miller. Go. Oh, ik. Ik wil die trein inbloeden. Piep, 90 ton in doe. Blender. Muntel. Ik ga voor de 120 hier in dit vakje. Jij hebt de rest met nog, hè? Wat moet ik nou brengen, joh? Want ik ben aan de rit, doe. Ja, waar heb jij die zaaibeans gelaten? Ook door. Nee, die soja. Nee. Ik heb die soja naar die grain elevator gebracht. Niet. Ja, dat is toe. Nee, daar heb je zonnebloem mee. Ah, ja. Dat bedoel ik. Sojaboom moet hier naar binnen. Doe. Ja, die zitten er al. Oh, is die al in gebracht, doen? Ja, hey. Oh, hoe ja, daar heb Milee is leeg. Mooi, dan moet ik hier nou 288. Ik heb. 10 ton gerst, zeg maar. Ja, gewoon maar woodchips erin. Ja, vraag gewoon, kom maar met mijn trailer zo. Dat kan. Dat is veel mooier, ja. Kost een woodchips erin. Ja, dan breng ik dit even naar het zwinevoer mijn woon, of niet? Een kiek, hè? Wat heb jij? Hier, die zwinevoer mijn woon, die moet ook nog mijn ding. Ik heb al 3 bakken vol. Het is echt. Maar 2 bakken vol. Hoi, Kiln. Woodchips erin met een vrachtwagen, zegt toch, hè? Ja. Gaan we even doen. Ja. Oh, dan breng ik dit eerst. Breng ik eerst die. Oh, ik wil ook euro terug. Ah, doe. Dat is niet wies. Ah, jongen, als je hier zit en doe zit zo achter dat stuur. Ik kan een mol doen. Greetje, die kijkt me aan. Ja, douwe. Greetje, geef me schop onder zijn kamer. Kijk nou. Zo, dan krijg je weer wat centjes. Zo, dat was 100.000 euro. Ja? Ja. I'm a rolling trucking man. Zet er alles goud? Zo. I am a mother trucker. 59. Zo. Ik kan 59 heen doen. Hoeveel 100.000 euro heb jij gebeurd? Oeh. 234.000 bijna. Ja, hè? Ja. En ik 150.000, 160.000. Ik heb 188.000 op mijn rekening staan.
Waar doet die shovel bij de houtpellets? Want daar ligt een vracht pelletskloor. Echt onwijs. Ja? Ja. Ik is ook wel met die vrachtwagen, met die autolood woon ik helaas of niet? Nee, daar kun je geen pellets meer pakken, maar wel. Weet ik niet, maar waar doet die shovel daar dan? Of hebben we twee shovels? Nee toch? Nee, we hebben één shovel. Houtchips. Dus vandaag, druk geweest, hè? Ik ook, joh. Dan krijg je dat. Die houtchips, wat wil je hem? Even kijken, hoor. Gewoon met die met kijken. Hoe moet dat dan? Wat zie ik ook? Ik denk bij de wood, sawmill. Wood. Ja, voor mij was dat hem, ja. Maar moest hem zeker weten. Ja, sawmill of de pallet bij. Sawmill de... Nee, sorry. Powerplant. Doorgaat de prijs omhoog bij de powerplant. En bij de pallet bij is die €283. Dat scheelt ongeveer €20 aan de twee. Dan ga ik eerst eens naar de powerplant, maar dan ben ik naar Noordwest. Nou, wat let's see. Let's see? Paletti. Paletti, Paletti, hè? Ja, Paletti, hè? Oh, we er hier, hè? Oh, cool. Oh, wat doe ik dat mooi weer met mijn stuurwiel. Jongen, doe. Toe los. Ga lossen. Ja! Wordt niet geaccepteerd, zegt het. Niet? Nee. Oh, wacht. Powerplant. Dat moet wilden. Powerplant. Hier is ook iets. Nou, ik heb nog nooit eerabbels uit een silo zien, maar we gaan het met me. Ja hoor, ze ruwen er zo in. Het is gelijk eerabbelmoes. Helemaal bergen, hè? Nortemille, hè? Hey, Kostiat, en ik zie jou in de verte. Hey, goeie dag, jongen. Nortemille, dan moet ik de blauwe hebben, hè? Dan moet ik de blauwe trein even hebben. De blauwe trein? Hé, wat doe je, Kostiat? Waarom rij je niet door, Kostiat? Ik zeg een hele stoere foto van Matthijs. Oh, op de Facebook. Op de Facebook, hè? De gustroom, één met die west en het is gelijk meer. Ja. Ja, roer, hè? Ik zit al een week zo. Passie. Ja. Mag ook wel een beetje, mag het ook wel menen, hè, door mij. Nou ja, dat je, leuk dat je hem allemaal zo aansteekt. Nu heb ik niks beters te doen, hè. Dan hoesten. Nou, passie. We'll be right back.
De rode één, dit is de blauwe één. Oeh, ja. Verder alles gauw doe. Ja. Oké dan. Doem, doem, ding, 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 ding. We beginnen van voren af aan te loden, doe. Moet ik doen? Ik ben per ongeluk door de trein sprong. Dus u de trein sprong? Ja, per ongeluk. En toen? En dat ging net door, hè. Ik wou weer gauw instappen, maar de trein er lang voor. Hoeveel ton woodchips heeft dat voortgebracht? Hoe? Alles, dit is de laatste vraag. De meeste? Ja. Rien, ik ben echt een mother trucker wat dat betreft. Ja, maar zo bon doe. Lekker met mijn stuurtje. Leuk hè? Wrijf het ermee, joh. Ik wil trouwens ook dat je, als je remt, dat hij dan stopt. Dat je dan met een knop achteruit en vooruit moet. Ja, dat moet je met spatie doen. Ja, maar dat kan ook met stuurwiel. Ja, hè, die heb ik nog niet, hè? Nee, maar dat wil dus dan ik... Dan zit ik de hele tijd met die kloterige spatie te duwen. Ja. Dat is niks, hè? Nee? Nee. Zou ik wel mooi vinden? Ja, dat doe ik eens wel mooi vinden. Ik moet het ook mooi vinden. Moet ook functioneel voor mij zijn. Hè? Ja, ik vind dat ze toch gewoon... Nou, genoegen moest nemen, eigenlijk. Ja, nee, flauw. Maar als ik op een rem trap en ik, ja, en ik hol de rem ingedrukt, dan blaft dat ding achter u. Ja. Nou, wat moet er nou vervouwen worden, doe? Moet ik kijken naar de eerabbels. Waar moet ik die eerabbels inbrengen dan, Ko? Hier, bij mij. Bij de trein? Ja. Doe stoornstoor toch wel? Ja. Ik heb hem al vol. Oh, dan komt ze net aan, doe. Kom met de deur in, doe. Ik kom maar aan, helemaal rustig. Wat is in die trein nou dan, of niet? Nee, je moet niet jagen natuurlijk, hè? Ja. Ja, ik moet. Ja, ik moet. Jij moet niet zo zeuren. Ik moet hier toch oversteken? Dan is die trein voor de oprit, hè? Ja, anders kan ik dat ding niet laden, vriend. Wat moet nou langs dan? Delfziel? Jammer, ja. Goh, en hier is die treinspoor om naar beneden, die boom. Mooi, hè? Hoi, kiel. Leuk, hè? En hier ben afgezaagd, een boom. Hoi, kiel. Nou, maar zo bon doen. Bij hem een 500.000 geld, ja. Ja, doe eerst hoeveel herstel? 515. En ik heb 252. Oh. Land kopen. Hè? Ja. Land kopen. Wie hem rijden? Ja, ik kan ook mijn koeien kopen. Jij moet toch wat drukker hebben, maar je vreet de helft gedurende de tijd vreest nog niks uur. Wat? Kan niet, hè? Ik geniet gewoon van het stuurtje. Ja, leuk jong, hè? Hij had alle middelen, ik zit hier met zo'n toetsenbord hier te kramen, ja, te knoeien. Waarom heb je mijn controle niet in met hem? Nee, dat moet ik eerst aan wennen, dan kan ik dan straks weer omstaan leren. Gaan we niet doen. Om litten staan. Litten staan, litten, laten, schaap. Ik blaf ook veel aan die loodje, ja. Ik heb geblaft, ik heb gebloefd. Nee, dat wil ook nog. Ik heb een kriebel in de keel, ik kom er niet weg. Ja, ik doe beter dan kikker in de keel, maar die keer is beter loon. Zie je, hoe staat wel? Ja? Ik wil verstandiger als die. Rubber. 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 Nee, ik kan 59 ton met hem. 59 ton? Goeie, ja, ja. Daar heb ik. Maar ik vind dat die treinen normaal stonden, sorry. Hold die stilte, zeuren, want anders kan ik niet boven die loord piep, ja? Doe. Zo'n tikje naar voren rijden. Nog 3 vragen. Dan heb ik alles. Ja, zo alles. Ja, wauw, 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 wauw. Ja, wauw, wauw, wauw.
Maar ik denk dat nog één vrachtje erbij en dan hebben we eerst ook wel genoeg, want anders dan gaat die prijsgeriet nog maar net voice wel. Ja, dan doen we twee vragen en de rest is nog even voor de swin. Ja, is goed. Doen we even. Doen we even, Piet. Komt er weer aan. Dan heb je bijna. Rub up. Okay, hey, Muske. Allemaal aan het housen en het lab. Het is een drama hier. Allemaal een dikke vieze bacillen in de lucht. Nou, volgende. Oh, voor mij hebben we niet zo heel veel meer Muske. Nee? Nee. Van meteen. Ja, we zijn er bijna doorheen. Nou, dan gaan we een lamp kopen. Wat kost dit stuk? We moeten even zien. Ik denk net dat daar centen genoeg voor heeft. Gaan we even zien. Nummertje 12. Zullen we deze kijken wat die kost? Ja, kijk eens even. Als je hem kijkt, dat wat die kost hem gehad. Dus die zit vol met rijen. Ja. Nou, dan kunnen we dan gelijk even rijden. Ja, even rijden. Ja? Ik ben de hele avond al aan het rijden. Ach, dat is dat stuk waar je erheen jaagt, hè, Swin. Ik wil het niet zeggen. Ik denk, ik zie er een mooi patroon in staan. Ja, dat was toch van een ander. Jij denkt, nou ja, wat niet weet, wat niet deed, hè? Zo is het. 13, ja, wat kost 13? Er zit ook koolzooi in of zo. Oh, maar die hoef ik niet te kopen. Die kost 800.000 euro. Wat, 13? 12. Gewoon de 12 jaar die nou? Ja, ja. Nou, dat is er gewoon rechterbaan, ja? Ja, nog even. 648 van diezelfde Richard weer. Ja, hè? Daar heb ik ook geen geld voor. Ja, als je nou geld naar mij toe gooit. Ja, dat kun je omkomen, of zeg. Ja, kijk eens zo'n bidel. Nog even. Even bij Del, no. Zal ik anders de combine pakken en knip me dit eraf? Ja, ga maar knip maar vast. Nee, dat kan niet, hè? Oh nee. Ik ben nog helemaal. Of jij moet die trein hem lossen. Nee, ik pak combine inmiddels wel. Is goed, drie er alvast maar even heen naar Del. Moest anders even in die vrachtwagen springen straks. Ja, papa. Door die stijt bij 13. Kist er anders even heen rijden met truck. Hé, hey, Kosiaten, ik wacht op jou! Zo, ja? Ja. 648.000. Nou, hé, Muus, wat moeten we doen? Koop. Gekocht. Wij zijn de nieuwe eigenaar van een nieuw stukje grond. Die gewoon in persen, of niet? Ja, is goed. Oh, nou is er ook wat leuks gebeurd. Ik denk ik pleur die versnipperoor er hem achter, of die stappenvrees. Ja. Maar die is minder wegvalt dan omvalt. Oh, die met die NB-draak. Ja. Is die hele NB-draak eens omvalt? Oh, nee, valt met. Ik hoop alleen nog nou dat ik de F-arms er weer aan kreeg. Zat hij wel? Ja hoor! Ik denk wel dat brugje door een beetje opruimen. Hier zit een building! Waar? Je boer zit een building. Hier! Zo, dan doe ik de stappenfrees in de fronthef en de mescontainer achterin. Ja? Dan komt dat wel goed, hè? Jazeker. Hé, hey, Muus, hè? Wij hebben zoveel rijf, hè? Dat was toen niet wie. Nee, klaar. Ik ken ook wel weer wat weg. Wat denk je, jong? Nou.
kost alleen maar geld als er staat. Ja, die stoppen frezerijen in die pontje en zo. Wat zal er maar? Ja, klopt. Wat, hè? Maar ik denk dat laat ik even een oor aan die. Maar dan maakt het ook wel een beetje beslissen hier. Maar dan wil ik wel even een beetje verkeepje. Ik denk wel even bij me komen. Ik heb 80% vol. Moet ik er ook nog weer achteraan? Hobbel nog wat? Ja. Ik wil zo met zijmachine bij die komen. Oh nee, de warm moet niet. Wat best? Achterin. Hoe doe ik die piebo? Pieblus. Waarom ga je nou niet verder naar links toe daar? Omdat ik... Dit is de GPS-lijn. Je moet het schilden. Dan verplaats je die toch? Nou, Piebo. Ik zet hem hier in, ja? Ik kom er zo aan met zijmachine. Moet ik helemaal weer van mijn lijn af? Ja, wie bedenkt dat ook zo? Ik? Ja, juist. Ik ga bladden. Ik kom maar aan met de pers. Zo eerst. Ik zei je achter voor de pers doen. Hé hey, jongen, kloot. In de oren. Liever kip, leverworst dan gewone leverworst. La 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 la. Nou heb ik hem op GPS en dan kom ik niet eens aan het stuur. Hé, wat moet je dan met zo'n stuur? Ja. Dan weet je hoe niet te sturen. Hoe is het, coach? Ja. Goed, hè? Mooi, ik doe. Ik ben in bouw een beetje aan het ordenen. Oh, wat ben je dan aan het doen, hè? Even de keepers hebben recht in de loods en zo. Even netjes. Even netjes. Mooi, ik doe. Dat ik hem doe. In welke doest hem? In de co-shot loads. De eerste of die tweede? De eerste. Vanaf de voerkant, zeg maar. Ja, zit vol mijn kievers. Okay. Dus staat de vervoort ook in. We kunnen straks onze treers nog hebben. Ja, maar bij de vervoort doen we ook die container. Heeft u door die container ook iets, hoor? Nee. Die heb ik ernaast staan. Kan die vervoerder die container niet metnemen? Weet ik niet. Nog een optie. Misschien wel, hoor. Ik denk anders staat alles zo onderweg, hè. Staat nog zo'n debie, staat er nog. Ja, en die twee jaar stonden maar wat bij de trein te kijken. Ja, die is al lang onder bij u, hè. Ja, die wel, hè. Hè? Heb je dat ding doorheen gescheten? Doe, ik heb er vanochtend nog niet in gezeten. Ja, die T8 niet, nee, dat weet ik. Nee. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik bedoel die andere, ja, doe. Oh. Even kijken hoor. Hoor je mij goed? Ja, een beetje te goed. Hey, door is de pers, ik denk al. Mooi, en deze trekker verneemt die pers niet. Een snackdoos. Moe weg. Als je voor mij fluit, dan mag je wel opbouwen, no? Want, nee, ik fluit omdat ik vrolijk ben. Ja, nou, ik word er niet vrolijk van. Dat gaat me hier door de kop, hè? Dat is echt onwijs, hè? Waarom is hier zo vol gestopt, joh? Ja, vol, hè? Niemand wil meerijden met mij, hè? Koosjatten niet, niemand niet. Nee, Koosjatten is aan het persen, hè? Ja, nee, net niet, hè? Stond gewoon met een vrachtwagen. Hier staat de regeldeur. Ja, de groet. Ja. Ja, ja. Dan kreeg ik bulten, ja.
Ik kan ook deur in en dan heeft overal zwaarden liggen. Moet drie keer steken en acht keer ver. Ja. Het is gewoon die pers van. Ja. Die pers won. Go, sja! Go, sja! Die pak bij je schuin loopt, hè? Die rolt gewoon het perskanaal uit, hè? Ja, hè? Ja. En hier zit een beetje een glooi in dit stuk laat. Ja. Draait ze zo om. Sommige pak. Oh jongen, hier komt een pak vanaf. Kom maar. Onwijs. Laatste baantje, of niet? Ja, ik stap. Ja, kom hier maar even. Ja, kom dan met hem hier staan. Nog een mooi eindje had, ja, met een kale. Toch? Is de vraag gewoon vol, zeker, of niet? Nee, 57%. Oké. Okay. Zo, ja. Even een mooi eindje had, zo. Kom even voor de truck staan. Er is mijn dood zeker. Nee. Oh. Maar ik zit nog in een kamaai. Ja, waar best. Waar best al? Oh, nee, best al. Kijk, ja, maar kijk precies aan de kant op. Ho. Nou, wel terussen. Wacht even. Ja, wel terussen. Dat er is. Yo, hey. Afsluiten.